zijn we weer, mensen. Vandaag hebben we heel veel eiwitten laten zien. Want er is een bepaalde dag geweest die iedereen kent. Kingsday. Koningsdag. Juist. En laten we eens zien wat dit jaar heeft gebracht. Ja, ik had... Het was veel. Ja, het was veel leuke dingen. Laat ik gelijk beginnen, want het wordt 4 uur echt lang. Dus even kijken. We laten nu alleen zien wat Chad heeft gevonden. Ja, precies. Anders wordt het te veel. Ja, precies. Dus volgende keer kom je, laat jij aan. Ja, dus in een andere video kom ik aan de beurt. Als jullie willen zien wat Walter heeft, like, subscribe en dan subscribe en dan is het volgende langskomen. Nou, ik heb een Pokémon Stadium gevonden. Because Pokémon. Dus dat is dat. Natuurlijk een hele goedkope deal ook, want Koningsdag. Ja. Ik heb een Spider-Man game gevonden voor de Game Boy Color. Because Spider-Man. Maar alles because. Juist. Nou ja, ik vind Spider-Man wel vet. Dan gaan we verder. Ik heb hier 2 PS1 games. Dat is Mickey Mouse, Mickey's Wild Adventure en Batman. Ja, is deze leuk? Ja, die is leuk. En dan heb ik Batman of the Future, Return of the Joker. Because Disney en Batman. Dus Gaan we verder. Heb ik hier nog zo. Een stack. Ik heb nog een stack. Nou, ik heb 1 PSB game gevonden. Dat is Grand Theft Auto. Ik had hem nog niet. Helemaal complete. Posters zitten zelfs nog bij. Boekje. Dus because GTA. Dus Liberty City Stories. Juist. Oh ja, die heb ik heb deze trouwens al voor de PS2. PS2. Ja, die is hier ook vrijgekomen. Ja. Dus Nou, dan heb ik hier nog een stack met games. Voor de PlayStation 2 heb ik Avatar, De Vuurmeester. Ik heb alles van Avatar gezien. Ja, ik ook. Ik vond het een dope tekenfilm, het was echt leuk. En After. Ja. De game leuk is dat... Ja, ik heb deze volgens mij voor de... ik weet niet of het echt ook deze is, maar... op de 360 heb ik ook een Avatar game. En die is echt... wack. Ja? Ja. Ja, misschien dat ze niet zo goed zijn, hè, die games, maar... Deze is leuk, want ik heb hier Dead or Alive 2. En dit was een van de eerste PS2 games die ik speelde. Ja, in dat opzicht is het wel een oké game, zeg maar. Ja. En het is vet om hem te hebben dan. Ik ga hem zeker wel spelen weer. Brengt echt wel oude herinneringen. Ja, echt een oude herinneringen weer terug. Nou, dan heb ik ook The Getaway, Black Monday. Volgens mij... Is dat vervolg? Ja, ik denk het wel, man. Want volgens mij heb je ook gewoon The Getaway, toch? Ja, de regular Getaway. Ja. Ja, voor mij ook. Dus ja. Dat is tijd geleden, man. Ja, dat is tijd geleden. Dus maar in ieder geval die ook nog niet. Voor mij is die wel goed. Ja, hij is wel oké, denk ik, ja. 18 plus, man. Oeh, dan moet ik hem even terugbrengen, want ik... Ik heb hier nog meer games, nog meer PlayStation 2 en dat is GTA San Andreas. Nou, het ding is, ik had deze al, maar ik had ooit die poster eruit gehaald en opgehangen in een oude kamer van mij. En nu is die poster kwijtgespeeld, maar nu heb ik weer een nieuwe poster. Dus ik kan weer ophangen. Ja, dus ik kan weer ophangen. Dus hij is weer helemaal complete. Dus. Yes. Nou, dan heb ik Dynasty Warriors 2. Ik had toevallig een dag voor de Koningsdag had ik een video gekeken over Dynasty Warriors. Toen dacht ik van, eigenlijk wil ik hem eens een keer uitproberen. Dus Dynasty Warriors. Volgens mij, ik zag laatst deel 8 in de winkel liggen, dus bereid je voor. Fuck, 8 delen hoor. Ja. Oh, en dan heb je ook nog Dynasty Warriors 5 Empires. Je hebt ook nog Empire League, want ik heb hier ook nog Dynasty Warriors 4 Empires. Dus, oh mijn god. Dus, oké, ja, in ieder geval, ik heb al een paar gevonden, dus... Ik ga het gewoon uitproberen, whatever. Ja, het feit dat er zoveel delen zijn, betekent toch wel dat het goede games zijn, volgens mij. Ja, onze grote vriend Rex, die is hartstikke fan van de Dynasty Warriors reeks. Oké, dus jij houdt het allemaal zelf? Ik? Ja. Ja. Dus gaat de Rex gewoon niet vertellen. Ja, ik weet niet of die helemaal heeft. Als ik het niks vind, dan kan hij het over ja, precies. Ik heb nog meer PlayStation 2. Ja. Gadverdamme. Oké. Kessen 2. Ik weet niet. Ik ken hem. Fighting stuff. Ik ken hem echt niet. Whatever, weet je. Ik zie dat. Het ziet er cool uit. 50 cent, waarom niet? Het ziet er op zich wel grappig uit. Probeer het waard. En dan heb ik Crash Tag Team Racing. Ja, en, racing game. Ja, en ik zocht deze al een tijdje, want deze heb ik een hele tijd terug bij een vriend gespeeld. Ik vond hem altijd wel gaaf, maar ik dacht dat ik hem al had, maar ik had Crash Nitro Racing of zoiets. Ja, Nitro Kart. Juist, ja, die heb ik dan wel eens gespeeld en die op zich nog best wel geinig. Ja, dus ik dacht van, oh dat is hem. Dus ik ging spreken, nee joh, dit is hem niet. Nee, maar dit is hem dus. Dit is hem. Dus, yay. Crash. Dus, Resident Evil 4. Dit is een game die ik gruwelijk vind. Sowieso vet. Ik vind dit de beste Resident Evil game, in mijn mening, weet je. Wat is jouw beste Resident Evil game? Daar kom ik ook benieuwd naar. Ik zag hem liggen. Ik had hem nog niet. Ik had hem al voor de Wii. Dat is weer zo'n Wii Edition, weet je. Ja. Dus die kan ik gewoon met de controle spelen. Yay. Nou, we gaan verder. En dan heb ik nog drie original Xbox games. Nou, dat is Dead or Alive 1. Of ja, Dead or Alive Ultimate 1 Ultimate moet ik zeggen. Oké. Kikken. En dan heb ik ook nog Dead or Alive Ultimate 2. Hoort dat in een bundel of? Ja, ik zit wel te kijken, want die hoesjes zien er echt apart uit. Dus ik heb wel zo'n idee dat ze in een bundel zitten, maar ik had het nog nooit gezien, ja. Nee, ik weet het helemaal niet. En dan had ik nog Ninja Gaiden. En het ding is, ik had mijn Xbox vroeger gekocht voor dit spel. En dat zat in een bundel. Maar dan kreeg je alleen de disc erbij. Serieus? Ja. Ja, dat is echt lelijk. Kut Microsoft. Ja, dus nu heb ik een hoesje ervoor. Ja, plus een extra disc dan. Maar maar dit is een vet spel hoor, echt. Maar moeilijk jongens, de motherfucker. Ik geloof je, maar ik denk te moeilijk, ja. Ja, hij is echt moeilijk. Serieus. Nou, dan ga ik verder. Dan heb ik, even kijken. Dan heb ik 2 PlayStation 3 games. En dat is Infamous 2. Dit maakt mijn Infamous franchise complete. Ik heb nu 1, 2 en dan de Second Son. Alleen moet ik nog de DLC's, maar ja, whatever de DLC's. Dus €2. Yay. Resistance 2. 50 cent. Dat was echt een lekkere deal. Dus ik dacht dat ik hem al had, maar ik had hem nog niet. Dus ik had volgens mij deel 3 had ik. Dus nu heb ik alleen nog 1. Backward. Backward. Juist. Backward. Collecting. En dan heb ik 2 360 games. En ik zag laatst de trailer van Call of Duty Black Ops 3. Het zag echt gruwelijk uit. En ik heb 1 en 2 niet eens gespeeld. En toen zag ik ze liggen bij de Koningsdag. En meenemen, €2 per stuk. Jee. Dus even deze snel spelen. Dus oké, dan gaan we verder. We gaan gewoon verder. Het houdt niet op. De laatste 2 games. De laatste 2 games. En dat zijn Dreamcast games. En om eerlijk te zijn, dit zijn mijn eerste 2 Dreamcast games. Ik heb niet eens een Dreamcast, maar 50 cent per stuk dacht ik van dit neem ik gewoon mee. heb je wel één of twee van de betere gevonden. Ja, oké. Ja. Future Fighter is wel vet, inderdaad. En deze ken ik niet. Dus, maar ja. Nu, dit waren de laatste twee games. Nou, nu gaan we overschakelen naar DVD'tjes. En ik heb ook nog iets aparts om video te kijken, DVD'tje te kijken. Heb je een afstandsbediening nodig? En dit is een PlayStation 2 afstandsbediening, dus dat is wel grappig. Had ik nog niet, why not? Voor lazy, lazy people. Ja. Fuck joystick, doe gewoon. Dus ja, grappig, meenemen. Nou, dan gaan we verder. Mijn vriendin zei ooit tegen mij, kan je een film voor me downloaden? Ik zei, ja, is goed. En ze hebben die film nog steeds niet gezien. Dus ik heb hem inmiddels alweer verwijderd, de film. Maar ik zag hem ineens liggen op Kingsday. 50 cent heb ik hem meegenomen voor haar. Je hebt nooit meer te downloaden, shit. Wat zei je? Je hebt nooit meer te downloaden. Ja, precies. Dat bespaart me weer wat ruimte. Nou, in ieder geval, ze hebben hem gezien en ze vond hem niet leuk. Dus, ja. En ja, met die, dus ik had die en deze voor €1. Ja. Is het The Universe? The Universe. Explore the edges of the unknown. Oké. Dus The Seven Wonders of the Solar System. Okay. Ik vind dit altijd wel interessant. Space dingetjes. En ja, een 3D film. History. HD. Dus ja, ik ga het zeker wel een keer kijken. Ik vind dat wel interessant. Dus de volgende video gaat shit alles uitleggen over de universe. Ja. Dus stay tuned voor dat. Gaan we verder. Ja. Ik heb hier nog een stapeltje dvd'tjes. Nou, daar gaan we even snel doorheen. Ik heb een Tekken dvd geowned. Game-related film, dus jee. En ja, hij ziet er wel vet uit. Het is echt weer die manga-achtige stijl. Dus ja, lijkt me wel vet. Heb je hem nog gezien? Nee, ik heb hem nog nooit gezien. Oké, ik ook niet. Nou, ik heb een M&M dvd'tje gehaald. Ik weet nog goed niet wat dit is eigenlijk, maar het is van M&M. Ik vind M&M wel cool, dus ja, ik heb hem meegenomen als cheap. En dan heb ik nog Transformers de film. Nou, dit is gewoon de tekenfilm, niet mijn tv, maar gewoon de tekenfilm. Oh, echt? Vet. Ja, dus ja dat is wel vet. Ja, dus die hoes is... Ja, dat trekt me ook aan. Wat is dit nou? Ja. En nou heb ik nog twee Disney dvd'tjes. Nou heb je Mickey's Mooie Kerst. Disney. Dat is Disney. Juist. En nog een Disney film. Ja. Het Speelplein, de grote vakantie. Het is ook van Disney. Ja, het is ook van Disney. Ja. Dus ja, ik was Disney. En dan kom ik aan het einde. Maar nee, ik heb nog twee items voor jullie. En, dat is, zeg maar, Tom en Jerry! De Uberloot. Ja, de Tom en Jerry collection. En ja, wie houdt er niet van Tom en Jerry? Kom op. Iedereen heeft wel Cartoon Network Tom en Jerry's te kijken. Nou, het is een blik vol met dvd's en het gaat maar verder. Het zijn 7 dvd's in totaal. 7 dvd's met 90 minuten Tom en Jerry erop. Dus veel afleveringen. Dus Tom en Jerry is gewoon geweldig. Kom op. Zeg eerlijk. Die zijn wel fan. Dus ja. Misschien niet voor jullie tijd, maar... ja, wie weet inderdaad. Maar ja... cheap, dus cool. Ja, meenemen. En dan kom ik aan bij mijn laatste item en dat is de Hulkbox. Ja, en, vet uit. Laten we het even snel unboxen. Want jullie denken van, wat de fuck is dat? Nou, het is een Hulk-filmbox eigenlijk. Nou, kijk hier. Krijg je de allereerste Hulk-film. Nou, niet de allereerste natuurlijk, maar de... Ja, de Eric Bana Hulk noem ik het altijd. De eerste Hulk-film die een beetje goed eruit ziet. Juist, juist. Dat zou je zeggen. Heb je hem gezien? Ja, ik heb hem gezien. Ik vond hem wel heel vet eigenlijk. Ja, toen ik het eerst zag. Ik ook, toen ik hem voor het eerst zag. Maar ik heb hem weer gezien en toen dacht ik van waar de fuck ben ik naar aan het kijken? Ja. Die eindbattle, jongen, die ging echt niet nergens. Ja, dat is een beetje raar. Ja, nou, Iva, jij krijgt nog een extra cd erbij. Wat cards. Kijk hoor. Een artboekje van Hulk van Marvel. En een comic. Een kleine comic. Dat is wel een mooie box, man. Een hele mooie box. 50 cent. Dat is geen geld voor zo'n mooie box. Dus ja, dat was het. Voor mij. Voor deze guy. Juist. Wil je van Walter zien? Like it, subscribe. Even geduld. En we zeggen tot de volgende video. En box. Yeah. Later.